Een moeder, maar ik ben ook dit en dit. Ja, dit moet ik voor mezelf doen. Ik word daar meer dan gelukkig van. Poesje. Mau. Papa, papa. Papa, papa. Nou, het is een poesje, het is niet papa. Papa. Ik denk als ik zou zeggen, wat ik natuurlijk niet ga zeggen, maar als ik zou zeggen, nou jongens, ik heb nu een kind, ik wil maar 4 of 5 dagen werken, of tenminste repeteren. Dan zit ik niet gerust thuis, omdat dat product dan nog gewoon niet goed genoeg wordt. Je hebt die 6 dagen in de week echt nodig. Oh, dan moet je ook even filmen. Nou. Dat is gek, hè? Ik denk ook omdat we het goed geregeld hebben, omdat hij een vrolijk mannetje is. En omdat we allebei heel goed weten dat we hem echt niet daarmee tekort doen. Ja, voelt het goed. Dat is gewoon fijn, ja. Lala, lala, ja. Wat had ik gekocht? Oh, zit je nou te shouten? Wat zit je nou te doen? In deze productie is, omdat hij nieuw is, dat nog nooit iemand iets gedaan heeft hiervan. Die rol van Patty is nieuw. Want wie zijn eigen wegen gaat, of anders is dan middelmaat, wordt afgewezen. Je moet toch een beetje het wiel opnieuw uitvinden en dat is heel spannend. Ja, daar kun je vaak hard vallen, maar dat doen we dan ook vooral in een repetitieperiode. Om het daarna beter te maken. Raak ik je kwijt, raak ik je kwijt, raak ik je kwijt. Nee, we eens proberen hetzelfde. Het is iets te veel musical nu, dat we nu alweer hier uitkomen en hier staan. Ja, maar we doen het ook nog. Wat? Een envelop voor je. Ja, kijk maar even wat erin zit. Foto's. Ja, foto's. Ja. We zijn vorig jaar begonnen met gasthoofdredacteurschappen. 1 keer in het half jaar. En toen hoorden wij dat Chantal haar eigen musical kreeg. Dat vonden we dat was zo belangrijk. Ja, die moet dan ook zeker een eigen ballon hebben. Het is hartstikke leuk, want inderdaad, je koopt zoiets vroeger en die lees je zelf. En ik koop dat trouwens iedere maand. Kunnen we daar niet iets van? Ja, ik krijg nu een abonnement voor het leven. Ja, precies. Ah, ik vind die eerste wel mooi. Dat was ook de eerste foto van die dag. Ja. Toen was het heel mooi licht, hè? Ja. Een mooie zon, ja. En deze is in 2 minuten gemaakt, want we hadden geen permit in Rome. En dat moet je wel hebben, dat wisten we, maar daar waren ze laat mee. Het is een oude Romein op je afkomen. Ja. En deze is gemaakt terwijl die oude Romein al op ons afkwam. Ja, op jou. Daarom kijk ik ook zo benauwd. Maar ik zie niet hier de cover volgens mij, hè? Kijk, we zijn er net mee bezig. Jullie zijn er net aan het photoshoppen. Ja, vorig, hè? Maar ik had die toch niet... Want ik had niet met die ketting uitgekozen. Nee, dat klopt. Maar we hebben die ketting er later op geshopt. Ach. Het was een beetje een tikje ordinair, dat jurkje. Dat jurkje? Dat jurkje, dat je het weet. Ja, ja. En dan met die ketting erbij werd het iets te. En daarom dacht jij ja, dat je die ketting afdoen. Precies, maar als je hem zo ziet, is het dat niet. Zo kan het ook. Dan lijkt het gewoon een witte zeeman top met een gouden ketting. Ja. Oh, jezus, het gaat nooit lukken. Ja. Ik wil serieus genomen worden. Nee, maar ik wil echt serieus genomen worden. Ik wil eens een keer serieus genomen worden. Serieus? Betty, 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 Gold. Dans je bij de benen rood. De Martini-toren blijft altijd. Dat is een klank.
Oké, we gaan gewoon even die echte Groningse woorden nog een keer bij langs. Ja. Komt-ie. In Zuid-Laren zijn de scharen altijd goed. In Zuid-Laren zijn de scharen altijd goud. Mijn taak bij deze musical Petticoat is om een aantal spelers die woonachtig zijn in Groningen of vanuit Groningen en Amsterdam vertrekken, om die dus een Gronings accent aan te leren. Het oude paard verjaagt de vliegen met zijn staart. Het oude paard verjaagt de vliegen met zijn staart. Oh. Het is verjaagd. Tolle. Tolle paard. Verjaagd. Verjaagd. Van oor, de oorklank van oor, uit oor. Mm-hmm. Verjaagd, de vliegen. De vliegen. Vliegen, oi, de oi-klank. Oi. Ja, dat is een beetje meer oi, wat de skinheads ook altijd. Oi. Skinheads? Ja. Hebben ze die ook een groot? Je hebt hier een groot, hè? Die komen daar vandaan. Die zijn er net begonnen. Ik probeer het wel echt gewoon natuurlijk te houden. Dat is belangrijk hierbij. Want anders wordt het te veel een parodie op de Groninger en op de Groninger accent. Je hebt toch niks te verliezen wanneer je af en toe nog flink het accent aan gaat zetten. Toch in de komende periode. Ja. Dat je juist de grenzen ervaart, zodat je denkt van ja, maar dit is gewoon te ver. Het is wel interessant omdat je als acteur altijd serieus genomen wil worden in wat je doet. Ja. Maar je moet af en toe eens een uitstapje maken. Ja. Ik wil serieus genomen worden. Nee, maar ik wil echt serieus genomen worden. Ik wil eens een keer serieus genomen worden. Serieus? Je kan geen Gronings leren, maar ze moeten wel met een accent praten. Dus dat is eigenlijk lastiger dan wanneer je iemand Gronings, echt Gronings moet leren. Kijk ons nou toch bezig. Ik voel me net een clown. Dat is nooit nieuw, zeg mijn jong. Dus nooit meer down. Ja. Nooit meer. Nooit meer. Luier. Dat is nooit nieuw, zeg mijn jong. Dus nooit meer down. Ja, precies. Ja, het is veel snel in muziek. Wat betekent nuver? Nuver is schier. Ja? Oké, we gaan verder. Nog één. Nog schier. Nuver is schier. Hartstikke leuk. Wat is dat? Wat gaat er? Ik ga je opbellen. Deze man is gewoon helemaal, helemaal niet capabel. Straks staan we daar in Groningen. Iedereen wat zegt. Nu precies. Nou, gaat hij nog luiten, joh. Ja, dat is weer 3 uur terug in de trein. Het is het oh, het is het oh. We nemen Theo, onze dialectcoach, heel serieus. Theo is ontzettend grappig. En Theo heeft wel het nadeel dat wij vaak die les na een repetitie hebben. Of nooit een. Of nooit hè. Of nooit hè. Of nooit hè. Dus geen en. Het is een beetje vies. Of nooit hè. Of nooit hè. Of nooit hè. Of nooit hè. Kom maar. Het is zo goed als je hem zo doet. Of nooit hè. Theo is vaak dan gewoon de dupe van onze. Dan moeten we even van alles kwijt en even in de ontspan. Vat je doem, vloeit een blieden in de lucht. Ja. Het is lucht, mijn liefje, een u zoals een vrucht. Dat zeg ik. Het is lucht, mijn liefje, zoals een vrucht. Daarom hebben ze vreemd gerold. Ja. We worden nu natuurlijk ook al een beetje vrijpostig. Dat waren in het begin natuurlijk helemaal niet. We scheten in onze broek, tenminste ik wel. Ik dacht, hoe moet ik dit? Weet ik veel dat ik het kan? Dat ik het uiteindelijk zou gaan kunnen? Je denkt echt, oh, dit wordt de verlaten van de eeuw, jongens. En je hebt al zoveel om onzeker over te zijn. Met, kan ik het wel spelen? Kan ik het wel zingen? Kan ik het wel dansen? Kan ik het combineren? En dan komen ze ook nog eens aan dat je een Gronings dialect of een Gronings accent moet hebben. Lieve Patty Aanlijk, spreek je dan normaal? Aanlijk. Oh, het is zo aanlijk. Ik denk dat dit meer nu de soort van opluchting is, zo van het gaat goed en zo. En dat hij ook tevreden is. Dus we nemen hem wel serieus hoor, ja. Er wordt dan heel erg gezegd van, nou jongens, hè, we